Olcay Gülsen en Ruud de Wild hebben om onbegrijpelijke redenen een real-life soap gekregen bij de publieke omroep. Als een soort verdwaald RTL5-programma staat hun show nu op het vlaggenschip van de Nederlandse televisie, NPO1. En de eerste aflevering was nogal tenenkrommend, vooral vanwege de leegheid die de twee uitstralen. Het is niet om aan te zien, zegt Evert Santegoets in zijn podcast Strikt Privé. Wat verschrikkelijk en ik geloof dat heel Nederland niet echt geïnteresseerd is. Wat dat voor stunt is van de publieke omroep om hen op NPO 1 nota bene een docusoap te geven. Ik vind het iets. Ik vind het onbegrijpelijk. Presentator Jordi Versteegde, Ruud de Wild had het ook HE-accent-E-accent-E-accent-E-accent-L zwaar. Daar werd in VI ook de draak mee gestoken. De mannen van Vandaag een site vinden dat Ruud nogal dramatisch deed na een zwemles. Hij had een soort paniekaanval en kon niets meer zeggen. Evert, ja, een DJ met een spraakgebrek, dat kan toch ook alleen maar in Nederland? Het is werkelijk. En dan ook nog zijn vrouw erbij. En die schilderijen met die letters. Jordi, ik denk dan, ze melken al elke poep en scheet uit op Instagram. Evert heeft het idee dat de recente reis van Olcay en Ruud naar het aardbevingsgebied in Turkije ook oppervlakkige motieven had. Wat ze ook in Turkije gingen doen. Alleen maar in de weg lopen. Hij vervolgt, wat hebben ze daar in vredesnaam gedaan na die aardbeving? Dat was gewoon beelden voor dit programma maken, lijkt me. En verder hadden ze er toch helemaal niets te zoeken? De soap van Olcay en Ruud is met lage kijkcijfers van start gegaan. Evert, de familie De Wild zie ik niet helemaal die serie afmaken op NPO 1 met dit soort cijfers. Dat is werkelijk dramatisch. Het zijn er nu 500.000, dus dan weet je dat het er volgende week 400.000 zijn. Dat is toch echt voor NPO 1 op dat tijdstip veel en veel te weinig.